Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het vrijdag. We zitten weer op het eind van de werkweek. We gaan vanmiddag weer terug naar Sint-Nicolaas gaan om daar het weekend door te brengen. En laten we hopen dat we deze werkweek goed kunnen afsluiten, want ik heb de week niet zo heel erg goed beleefd vanwege de creatieve frustraties waar ik het over heb gehad in mijn vorige vlog. Vanavond is de grote finale van Holland's Got Talent. Uiteraard ga ik proberen om daar verslag van te doen. Maar eerst moeten we maar weer eens de werkdag zien in te vullen. In ieder geval, we beginnen de vlog weer met wat minder leuk nieuws. Want een paar vlogs geleden heb ik het gehad over hoe een paar Britse klimaatwappies probeerden om het zonnebloemenschilderij van Vincent van Gogh te besmeuren met voedsel uit protest tegen klimaatverandering en dat soort dingen. Nou, het is dit keer weer gebeurd. Dit keer is het meisje met de parel van Johannes Vermeer slachtoffer geworden van een stelletje klimaatwappies die het wouden besmeuren met eten. Er staat hier op nu.nl een artikel over. Dat gaan we samen even doornemen. Musea hebben donderdag met verontwaardiging gereageerd op de klimaatactie, waarbij het bekende kunstwerk Meisje met de parel is besmeurd met lijm en tomatenpuree. Gevreesd wordt dat na het incident in het Mauritshuis meer acties volgen en ook andere schilderijen de dupe worden. De impact op de museumwereld is groot, zegt directeur Benno Tempel van Kunstmuseum Den Haag. Het is erg stressvol. Mensen in de musea vragen zich af waar de volgende actie zal plaatsvinden. We zijn geschokt door het nieuws dat het schilderij Meisje met de parel vandaag doelwit was van klimaatactivisten, zegt de museumvereniging tegen nu.nl. Kunst is weerloos en het proberen te beschadigen voor welk doeleinde dan ook wijzen wij af. Deze kunstwerken zijn van ons allemaal. Het is ons gezamenlijk erfgoed en daar moeten we goed voor zorgen. Net als voor de natuur. Voor geen enkele aanval op kunst hebben wij begrip, zegt ook directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dankzij een beschermende glasplaat raakte het kunstwerk Meisje met de parel niet beschadigd. Zo laat het Mauritshuis in een verklaring weten. Verder wil het Haagse Museum niet reageren op de actie. Klimaatactivisten hebben de laatste weken verschillende acties gehouden in musea wereldwijd, waarbij kunstwerken en objecten zijn besmeurd met etenswaren. De actie in het Mauritshuis, waar het kunstwerk van Vermeer hangt, is de eerste in een Nederlands museum. Het kunstmuseum zegt altijd bezig te zijn met voorzorgsmaatregelen om de schilderijen te beschermen. Omdat het met de beveiliging te maken heeft, doen we daar verder geen uitspraken over, zegt een woordvoerder. Ook het Rijksmuseum wil niets zeggen over mogelijke extra veiligheidsmaatregelen. Eerder deze maand werd tomaatsoep over een schilderij van Vincent van Gogh gegooid in de National Gallery in Londen. Een week later werd in de Duitse stad Potsdam een kunstwerk van Claude Monet ter waarde van bijna 100 miljoen euro beklad met aardappelpuree. De museumvereniging noemde de acties eerder al onacceptabel. De klimaatcrisis is urgent en is ook in musea een belangrijk thema, zowel voor als achter de schermen.
Musea zijn juist een maatschappelijk podium om deze gesprekken te voeren en de dialoog met elkaar aan te gaan, zei de vereniging in gesprek met nu.nl. Ja, Rhino's, ik denk dat het onnodig is om te zeggen, maar deze klimaatwappies moeten echt terug naar school gaan, want ze zijn gewoon een stelletje kneuzen. Zoals ik al in een eerdere vlog heb besproken, het is best dat je een statement wil maken tegen klimaatverandering, maar probeer dan niet kunstwerken te bekladden met etenswaren. Een kunstwerk kan namelijk niks doen aan klimaatverandering. Als je een statement wil maken tegen klimaatverandering, lijm jezelf dan vast aan de auto van Max Verstappen of beklad de auto van Lewis Hamilton met etenswaren of zoiets. Een Formule 1-wagen doet namelijk veel meer tegen klimaatverandering dan een kunstwerk. Ja, Rhino's, het gaat hard achteruit met de intelligentie van de mensheid. In ieder geval, dat is alles wat ik op het moment met jullie wilde delen. Ik zie jullie vanmiddag weer wanneer ik een nieuw onderwerp heb. Tot dan. Zo, Rhino's, hier was ik weer. Het is inmiddels avond. Ik ben aangekomen in Sint-Nicolaasga. En als jullie je afvragen waarom ik vanmiddag geen opname heb gemaakt, nou, dat komt omdat ik vanmiddag niet echt een onderwerp kon bedenken voor de middagopname. Dus heb ik besloten om alleen een ochtendopname en een avondopname te doen voor deze vlog. In ieder geval, de finale van Holland's Got Talent is afgelopen. Het was echt een spektakel. De lat lag ongelooflijk hoog. Bijna alle acts waren echt geweldig. Maar uiteindelijk kon de jury slechts 3 acts doorsturen om te strijden om de felbegeerde winnaarstitel en die cheque van 50.000 euro. Uiteindelijk werd de top 3 samengesteld uit CDK Junior, de dansgroep, Eline, de 11-jarige vioolspeelster, en de superskaters. En uiteindelijk moesten onpartijdige publieksdeelnemers een winnaar uitkiezen. En met een ongelofelijke meerderheid was het CDK Junior die de grote winnaar werd van Holland's Got Talent 2022. Zij gingen naar huis met 50.000 euro. Het was echt hartstikke wel verdiend, want CDK Junior was echt hartstikke goed. Ze waren misschien de eerste act van de avond, maar lieten al wel een heel goede indruk achter op de jury en het publiek. Dus opnieuw, CDK Junior heeft dit seizoen van Holland's Got Talent gewonnen. Welverdiende winst, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat jullie hebben genoten van hoe ik de afgelopen weken verslag heb gedaan van dit seizoen van Holland's Got Talent. Want ik heb er wel van genoten om naar het programma te kijken en er verslag van te doen in mijn vlogs. In ieder geval, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.